Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je gescheurde broeken, oftewel destroyed jeans, kunt maken. Heel erg makkelijk en snel en de meeste tools heb je vast al wel in huis. Ik ga de meest simpele manier laten zien van hoe je dus een gescheurde broek als deze kunt maken. En zoals je ziet heb ik gewoon grote gaten gemaakt en heb ik dit versleten op een bepaalde manier die ik zo ga laten zien. Dus mocht je daar benieuwd mee zijn, blijf dan vooral kijken en veel plezier! Nou, je hebt nodig een scheermesje, een schaar, een pincetje en een markeerstift. En natuurlijk een broek of twee broeken, wat jij wilt. Ik heb twee broeken gebruikt in deze video om jullie twee verschillende stijlen te laten zien. Nou, ik heb de broek nu aangetrokken en dan knip ik een heel klein gaatje bij mijn knie, zodat ik alvast een richtlijn heb waar ik precies het gat wil hebben. En dit doe ik bij beide knieën, omdat ik nu beide knieën toevallig open wil hebben. Vervolgens ga ik verder met het knippen van het gat op de grond. En dit doe ik omdat dit gewoon makkelijker is. En nu maak ik wat stiksels los door middel van het pincetje te gebruiken. En zoals je hier ziet haal ik echt gewoon die stiksels uit het gat. Voor een mooi destroyed effect. Dit herhaal ik vervolgens een paar keer totdat ik het gewenste resultaat heb behaald. En dan is de eerste broek nu klaar. En nu is het tijd om verder te gaan met de spijkerbroek. En ik ga hier, zoals je kunt zien, met de stift een paar streepjes erop trekken. Zodat ik weet waar ik zo direct moet gaan knippen. En ook hier doe ik precies hetzelfde als bij de vorige broek. Knippen maar. En ook bij deze broek maak ik het wat losser en destroyer door middel van het pincetje te gebruiken. En daarmee de stiksels dus los te halen. En ook hier ga ik weer te werk met het scheermesje totdat ik het gewenste resultaat heb behaald met het vervagen, zeg maar. Dus het slijten van het gat. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Al welkom bij deze video helemaal vanuit Spanje. Ik sta namelijk vandaag in Spanje en mocht ik niet geloven, ik sta toch echt aan het strand.